In navolging van ons vorig filmpje dat blijkbaar vrij gesmaakt geweest is, Pump Your Aiki Noodles, gaan we vandaag verder op hetzelfde elan, namelijk Pump Your Pasta. Pump Your Pasta Bolognese van Knorr. Dat gaan we niet doen. Wat gaan we wel doen? Pump Your Bocca. Iedereen kent Bocca, maar we willen scoren, dus wat gaan we doen? We gaan zelf onze Bocca maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Look, shallotten, tomatenpuree, tomatensaus uit een bokaal dat mag, of van die passata tomatensaus uit een doosje, een goede penning, en we gaan dat afwerken met prosciutto, Italiaanse ham, gerookt of gekookt. We gaan dat een klein beetje afwerken met van die lekker ingelegde artisjokjes, heerlijk, en misschien ook wel nog een klein beetje tapenade om het heel gaan af te maken. We geven onszelf 15 minuten. There we go. Stap 1. De saus maken. Want dan moet toch heel even pruttelen. We nemen een potje. En dat potje zetten we op een vuurtje. Geen te groot vuur. We doen daarbij een beetje olijfolie. Onze loof. En onze shallotjes aan te voegen. Nu, ik moet zeggen, mijn vrouw gebruikt heel graag van die loof uit het potje. Dat mag perfect, hè. Dus je neemt het teentje look, zet het vlakke van je handen en je duwt een keer. En al dat moet doen is met een mesje, zie je dit, dat groen. Dat is hetgeen die ervoor zorgt, dat hartje, dat look bij veel mensen opsmijt. Die zeggen van, ah, ik hou niet van look. Het is daar dat je niet van houdt. Dat gaan we eruit doen. Ja. Voilà. Kijk, ik heb mijn shallotje. Ja, shallotjes erin. Maar stoven. We nemen een beetje van die tomatenpasta. Hop. Nu, wat willen we? We willen een saus die heel goed gebonden is. We doen er een lepeltje van die tomatenpuree bij. We zorgen dat het goed geconcentreerd is. We nemen ons potje gepelde tomaatjes. Het zijn gepelde ketchuptomaatjes. Die vee, dat merk vind je trouwens in de meeste grootwarenhuizen. Maar dat mag perfect van een ander merk zijn. Hè? Ik vind die van die kersttomaatjes zo altijd net iets frisser. Ik ga de penne erin doen. Yes. Ja, we gaan die penne koken. 11 minuten. Dus, ons dekseltje is op de saus. De pasta zit in. We hebben hier lekker ingelegde artisjokjes. En ik heb ook een beetje tapenade gekocht. Tapenade, altijd lekker. En dan hebben we een beetje van die voorgewassen rokettensalade. Daar heb je ook al geen werk meer aan. Goed, dat ziet er goed uit. Dat is aan het pruttelen, maar daar gaat natuurlijk nog geen massa smaak in zitten. Daarvoor hebben we altijd ons tovermiddeltje bij de hand. Iedereen kent Pili Pili. Dit is, laten we zeggen, de echte versie van Pili Pili. Ja. Hey, een beetje fijn gemalen chili. We gaan dan misschien een klein beetje zout moeten toevoegen. Voilà, ons sausje, dat is zo goed als klaar. We doen ons sausje hier in ons kuttertje. Voilà. Ons sausje staat klaar. Wat hebben we nog nodig? Onze ham. Wat moet ik daar nog over vertellen? Prosciutto, Italiaanse gedroogde ham. Neem een goede ham. Neem de voor een keer niet de traditionele boerenspen. Dat mag een klein beetje meer verfijning aan. En ik vind dat je dat toch wel meestal vindt in die Italiaanse hammen. Al zijn er heel, heel goede Belgische hammen ook hoor. Van hetzelfde niveau, maar dan moet je dan iets harder achter zoeken. En aangezien dat dat niet de bedoeling is dat je veel werk hebt of veel moet zoeken, doe het met wat we gevonden hebben. Voilà. Hij zegt, ja, ben je geen fan van die gezouten ham, maar een bokka is eigenlijk met spek, hé, met gebakken spek. Dat is redelijk hard van smaak. Dan kun je ook opteren voor een beetje gekookte hasp. Dat gaat alles een beetje zachter maken. Voilà. We hebben ons artisjok, we hebben onze tapenade. En nu moeten we eigenlijk enkel nog wachten totdat onze pasta gaar is. Dus, we zijn gekomen van de Aiki noodles. We gaan naar de bokka.
En om toch wel bij die jongeren voet te blijven. Ik weet dat jonge gasten zijn ook echt wel gek van tacos. Tacos wordt het volgende verhaal. Nu, tacos. Wat mij betreft zijn dit geen tacos. Dit zijn eigenlijk dus de Amerikaanse versie. Eigenlijk zijn dat gewoon chips. Dus we gaan proberen zelf onze tacos te maken op basis van tortillas. Tortillas zijn eigenlijk de basis voor een wrap te maken, maar ook om een burrito te maken. En we gaan er dus ook tacos mee maken. Ondertussen denk ik dat onze pasta gaar zal zijn. We nemen een verhietje om hem af te gieten. En we kunnen een keer proeven, hè? Ja, hij mag al dente zijn. Uiteraard, wat mij betreft moet hij al dente zijn. Dus niet zo plat gekookt. Maar hij moet ook wel haar zijn natuurlijk, hè? Goh, het verschil is, eenmaal dat een pasta overhaar is, wordt hij zulk zompig. Ja. En gaat hij heel veel van dat vocht ophouden. Ja. Dus hij verliest eigenlijk, hij neemt toe in volume. Hij zwelt helemaal op van het vocht. Maar je verliest enorm veel aan smaak. Ja. En eigenlijk is dat niet de bedoeling. Ja. Voilà, onze saus, dat we fijn geblenderd hebben, gaan we terug in de pot storten. We gaan dat nog een keer afproeven. Moet er dan nog peper bij, zout, chili. Of is dat gewoon van eerste keer perfect, in dit geval. Dan gaan we dat zo. Onze pasta, die gaat ook haar zijn nu. Even checken. Perfect. Dit is perfect al dente. Er zit echt nog bite op. Het is niet meer krokant, uiteraard niet, maar er zit echt nog bite op de pasta. En ik ga direct een keer tonen. Kijk. Neem dat vast. Het zit dan nog mooi veerkracht op. We nemen ongeveer 2 van die schepjes per persoon. Of we gieten er gewoon een beetje in. Als we niet zoveel geduld hebben. Voilà. Ik denk dat dat zoiets gaat zijn. We gaan dit mooi omroeren. Ondertussen horen we het belpunt. Voilà. En dan zit op de biardier die speciaal voor ons een liedje aan het zingen van het spelen is. Plezant, hè? Zalig. Oh, de zaterdagmiddag is dat geniet hier, hè? En de zon. Elke zaterdagmiddag van 12 tot 1 is er concert op de Bijaard. Gratis. Gratis concert. En de biardier hoort nogal van Franse chansons. Niet direct mijn favoriete jaren, maar ik kan het toch wel appreciëren. Het voert mij terug naar mijn jeugd. Goed, nu gaan we 2 versies maken van ons gerechtje. De takeaway versie. En de we gaan aan tafel versie. Beide versies gaan we een klein beetje van die pasta penne opscheppen. Voilà. Zie ik niet alles. Van die pasta hier. Voilà. Dan, en dit heb ik toch even vergeten vermelden vooraf, gaan we daar wat geraspte parmezaan op doen. Evidentie, hè, natuurlijk. Eigenlijk wel. Vandaar dat ik er niet bij stilgestaan ben om het te vernoemen. We nemen hier van die artichokjes. En dat we er een beetje mooi rond gaan dresseren. Uiteraard ook bij de bokka. Goed, bij de bokka blijven we zo dicht mogelijk bij het origineel. En we gaan gewoon die hesp een klein beetje in sneetjes draaien. Je hoeft dat niet met een mes te doen of met een schaar. En dan bij de huisversie ga ik gebruik maken van die gekookte ham. Wel, die prosciutto, die Italiaanse ham. Kijk, je ziet hier, dat is flinterdun. Je kunt daar bijna doorkijken. Zo? Ja. Een machtig van smaak. Dat geeft een heel andere ervaring aan je gerechtje. En nu gaan we voor de tweede laag. We gaan nog een keer hetzelfde doen. Wachten.
toch? We vergeten niets. Nog wat extra pit in het gerecht. Ook wat knapperigheid. Altijd lekker om daar wat salade tussen te doen. Maar niet zomaar salade, we gebruiken daarvoor roketten. Roketten in het Nederlands ook notensla genoemd. Dat is niet toevallig. Dat is ook omdat die salade een nootachtige en licht peperachtige smaak heeft. Ik moet nog een beetje pasta opdoen. Voilà. We werken nog een keer af bovenaan. Met onze laatste artisjokjes. Ah, nog een keer afwerken. Nog een beetje ham. In de minim versie. Ik doe ook nog een beetje van die gerookte ham bovenop. Voilà. En nu, final touch. Gaan we afwerken met een klein beetje van die olijventapenade. Pas op, dit is echt optioneel. Als je daarvan houdt, als je houdt van olijven, doet dat erbij. Super lekker en ieder roowaren is verkrijgbaar. Je kunt dat uiteraard zelf maken, maar zoveel moeite in dit geval hoef je echt niet te doen. Als je zegt van ja, olijven, dat is mijn ding niet, dan kun je dat eenvoudig weglaten. Hé. Je gerecht gaat er niet minder lekker om zijn. Het zal gewoon een beetje anders zijn. Voilà, onze geraste kaas erbovenop. En onze homemade bokka. Zet het op je gedekte tafel en geniet ervan. Of je plooit je pootje toe dat je gespaard hebt van de vorige gelegenheid. Jopla. Hij gaat op stap. Neem je plastic een vorkje en we zijn weg naar het park. He. Genieten van de zon.